Hallo, dit is Rosita Belkadi. En nou ja, dit is mijn podcast. Ik praat over zaken die, die met mediumschap te maken hebben, spirituele dingen, maar ook dingen die ik tegenkom in de praktijk. En vandaag uh, neem ik je mee in de wondere wereld van mijn mailbox. Ik krijg echt heel vaak mailtjes uh, van mensen die op welke manier dan ook last hebben in hun huis. Bijvoorbeeld. Uh, een mailtje kan zijn, ik ben bij een medium geweest, die vertelde dat mijn huis een slechte geest heeft. Of zelfs iets demonisch is. Rosita, alsjeblieft, kun je me helpen? Of uh, mijn kind ziet een schim in zijn kamer en mijn huis moet gereinigd worden, want hij valt hem lastig. Uh, plekken in huis die niet oké okay voelen. En dat ze dan willen dat ik kom kijken of kom voelen of ervaren of vertellen wat daar dan gebeurt. Zelfs mensen die aangeraakt worden in hun huis en die dan bijvoorbeeld een kamer niet meer indurven. Uh, er zijn mensen die geloven dat dat wat ze niet begrijpen iets demonisch is. Dus een pastoor laten komen, of een pater, of een dominee, hoe heet zo iemand. Uh, om dan met wijwater te schooien. En eigenlijk in al deze gevallen um, heeft een medium gezegd dat. Nou dan zou ik graag dat woord medium dan tussen aanhalingstekens plaatsen. En, um, want weet je, op het moment dat een medium zegt dat je ergens iets hebt wat niet goed is. Wat zegt dat over het medium? En ik ga je zo helemaal meenemen in dit verhaal waarom dat wat over het medium zegt, of waarom het wat over deze mensen zegt. Uh, Want het grappige is dan ook nog dat ze je verder kunnen helpen, dat ze dan zeggen: nou weet je, ik krijg dat wel weg, of ik uh, plaats energetische hekken. En um, die uh, uh, zitten in je, die komen dan op donkere plekken waar uh, de geesten of de, de demonen binnenkomen in je huis. En daar plaats ik dan hekwerken. En nou ja, daar komen ze niet meer binnen. Maar ja, dat kost je wel uh, 5000 euro. Of uh, ik kan dit reinigen. Ik uh, doe uh, uh, met wierroken door je huis. Of met een bepaald soort uh, hout uh, door je huis. Of salie. En ik uh, kan van alles en nog wat. Een puntje bepaaltje. paaltje. 1500 euro. Nou, volgens mij uh, kan je er uh, een heel. Uh, een hele, een hele batterij schoonmaakers verhuren voor dat geld om je huis te reinigen. Lijkt me dat een veel beter plan. Maar wat gebeurt hier nou? Waarom zeggen die zogenaamde mediums, of deze mensen die gewoon niet weten uh, hoe, het, ja, misschien maar hoe het eigenlijk echt is, waarom zeggen die dit? En waarom zijn ze er ook van overtuigd? Want ik ga ervan uit dat het in goede trouw is uh, dat ze je kunnen helpen. En dat ze op welke manier dan ook. Jou een beter gevoel kunnen geven. En je bent op een gegeven moment radeloos. Want als een medium gezegd heeft: je voelt iets in huis, je gaat naar een medium en een medium zegt dan: ja, maar dat is slecht, demonisch, komt nooit meer goed, gaat je aanvallen, um, zelfs seksueel bedreigen, <coughs> excuses. En op welke manier dan ook heb jij er last van. En wil je er ook gewoon toch 3000 euro betalen, 5000 euro betalen, omdat je het opgelost wil hebben, toch? Je wil niet dat. Um, er iets met je kinderen gebeurt of, of met jezelf. Dat wil je niet. Maar eigenlijk, uh, eigenlijk is het, nou ja, ik, ik zou bijna willen zeggen, vrij simpel op te lossen. Maar voordat we naar de oplossing gaan, wil ik eigenlijk even naar wat er nou echt gebeurt. En ook bij vragen eens even kijken um, ja, wat er zeg maar uh, allemaal in die huizen speelt. Want op het moment dat je bijvoorbeeld zelf ervaart, je woont ergens en um, je bent er net komen wonen. Het is een nieuw huis. En je komt in het huis en je hebt het ingericht, lekker geschilderd. En toch? Hè, voelt het niet helemaal tof. Ergens voelt het gewoon. Ja, ik weet niet. Je voelt je niet helemaal thuis, of je kan je niet helemaal thuis uh, voelen. Dat zou aan de hand kunnen zijn. Of uh, um, je woont er al een tijd en ineens gebeurt er iets wat je helemaal niet begrijpt. Of, of ja, het lijkt wel of er ineens een lichaft op de gang is, of uh, wat dan ook. Of je kinderen hebben het over een. een een gedaante wat ze zien, van mannen, van vrouwen, vaak bij kinderen is het dieren, of je wordt zelfs nou ja, aangeraakt in huis, of je hoort dingen, of er vallen boeken ineens van de planken af. Allerlei zaken die kunnen spelen in je huis, waardoor je je niet op je gemak voelt. Waarop je misschien wel een medium zou raadplegen, want waarom doe je dat dan? Omdat je het zelf niet voelt of ervaart. Je voelt wel dat het niet oké okay is, of dat het gek is, of dat het niet lekker voelt. Je begrijpt het niet, dus je wil je naar iemand die het wel weet. En als mensen dan, deze experts, waar jij naartoe gaat zeggen dat het slecht is, dan ben je natuurlijk ook willing om, om gewoon ja, uh, veel geld te betalen. En dit gaat nog helemaal niet over geld. Uh, want als iemand werkt, vind ik gewoon dat er ook geld tegenover mag staan. Maar dit gaat over uh, ja, dat wat ze eigenlijk zeggen en wat misschien niet helemaal klopt. Want er gebeurt dus iets, er gebeurt dus iets in een huis. En je begrijpt het niet. En dat kan dus zijn dat het menselijke energie is, dus dat wat wij creëren. Of dat het dus de spirituele wereld is. Dat kunnen twee dingen zijn. En ik scheid ze even in dit geval. Uh, want het menselijke, dus het energetische stuk. Dus op het moment dat er iemand in huis zich niet oké okay voelt. Of er is veel ruzie, of niet zozeer uh, ruzie, maar ja, het kan van alles zijn. Iemand voelt zich niet lekker in zijn vel. Een relatie die me lekker loopt zonder dat je dat echt weet. Um, uh, kinderen in de puberteit, jezelf in de overgang. Uh, dat soort dingen kunnen er allemaal um, ja, voor zorgen dat er energie in huis verandert. Want we hebben een auraveld om ons heen, we hebben een energieveld om ons heen, we bestaan uit energie, alles is energie. Dus op het moment dat daar iets verandert, verandert er ook iets in de energie uh, huishouding. Dat betekent dus dat er in huis iets kan veranderen. En dat, kunnen dan best, dat kan best wel op plekken gaan zitten, hoe gek dat misschien ook klinkt. Kan het best wel in een, een plek in huis gaan zitten? Stel je voor, je hebt uh, um, er is een speciale kamer waar je eigenlijk niet zo vaak komt. Maar als je er komt, voel je je nooit helemaal op je gemak. Maar ooit in die kamer is ruzie geweest, of je bent er ooit gaan zitten en gaan huilen. Want je voelde je echt helemaal niet lekker en je wilde je afzonderen. Die situatie ben je al lang vergeten. Maar die energie blijft in wezen wel hangen. Um, en dat kan je dus voelen en voeden. Dus voelen en voelen. Dus je voelt het. En op het moment dat je het voelt en je hebt er een mening over die negatief is. Oh jeetje, wat voel ik hier? Dit is spannend, dit is niet oké. Okay. Dan voed je die energie met negativiteit. Dat is één ding wat er gebeuren kan. Dat kan heel groot zijn. Dat kan zijn dat je een verjaardag hebt gehad. Dat er iemand zich niet lekker voelde. Dat, dat die energie dus blijft hangen in je huis. Um, mensen die in scheiding liggen, die komen praten met je. Uh, die, dat blijft hangen. Uh, again, dat, dat voed je. Dus ik hoop dat je begrijpt dat is menselijke energie. Met pubus zelfs zo erg dat de tafels zouden kunnen vliegen, omdat de pubus in een, in een ja, puberale toestand zijn. En dat wil zeggen dat de energie in de aura dus anders is. Dat is een nieuwe aanpassingsvermogen. Eh, daar hoort ook soms wel wat, wat rebelsheid, agressie of on, ja, onbegrip bij van de pubus zelf. En dat maakt, als het ware, stekels in die energie. Nou, dat kan je dus voelen in een huis. Dat kan dus zijn dat, dat je aangeraakt wordt, zelfs door deze energie. Dus dat dat gaat bundelen en dat het voelt als aanraken. Dus dat is het aardse, het energetische. Dat wat hier blijft hangen. Is hetzelfde als er op een moordplek en je gaat daar naartoe, dan kun je dat ook nog voelen. Of een, of een nou ja, weet je, oorlogsplek en je gaat daar naartoe, dan voel je dat ook nog. Dus dan kan je de, 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 de gebeurtenis blijven voelen. En als je het blijft voeden, dus er. Continu over blijft praten, dan wordt dat groter. Dus met alles, alles wat je aandacht geeft, groeit op welke manier dan ook. En dan is er nog een andere, dus dan is er nog een uh, spiritueel uh, stuk waarin uh, de spirituele wereld dus wil laten weten, we zijn er nog. Op welke manier dan ook. Dus op het moment dat je de spirituele wereld ervaart, dus je hoort tikken, kloppen, wordt gesproken, je hoort je naam roepen. Um, je hebt het gevoeltje aangeraakt wordt of er verandert iets in je huis ineens. En het lijkt ineens kou of warm of nou ja, weet ik van wat, er verandert iets. Uh, of je voelt je op sommige plekken ineens niet meer lekker. En al die andere dingen waar ik net over heb gehad, die zijn niet aan de orde. Uh, dan, kan het, dan kan ook daar verschillende dingen gebeuren. We gaan er nu even vanuit dat de spirituele wereld is. En wat kan, is dat je gevoeliger wordt. Dus dat jij als mens gevoeliger wordt. Dus dat je als het ware een eens een antenne hebt uitgeschoven, zonder dat je dat per se in de, se in de gaten hebt. <coughs> Sorry, ik heb een kikker in mijn keel. Zonder dat je dat uh, per se in de gaten uh, hebt. Dus op het moment dat je uh, de spirituele wereld ervaart en niet begrijpt, dan kan het, omdat je het niet begrijpt, als angstig ervaren worden. Want je ziet het niet. Dus alles wat gebeurt, gebeurt als het ware een beetje buiten jezelf. Je bent dus gevoeliger geworden om welke reden dan ook. Het kan zijn dat het een periode in jouw leven is. Het kan zijn dat je mee bezig bent aan mediteren of meer rust nemen, minder prikkels van buitenaf. Dat kan allemaal wijzen op dat je bewuster die wereld aan het voelen bent. Nee, sorry, onbewuster. En dan komt het in je bewustzijn. Dus onderbewust voel je die wereld en dan komt het in je bewustzijn. En begrijp je het niet, want je hebt dit nog nooit ervaren. Dus dat kan eens zijn dat jij dus gevoeliger bent geworden voor die wereld die er altijd is. Want de spirituele wereld is altijd om ons heen. Dat is niet ineens, als wij gevoeliger worden, is die wereld er ineens. Oh, nou, die wereld is er ineens. Nee, de spirituele wereld is altijd om ons heen. We zijn een onderdeel van die wereld. En op het moment dat we gevoeliger worden, kunnen we die wereld dus gaan ervaren en voelen. Het kan ook zijn dat je dat helemaal niet, dat al die dingen niet aan de orde zijn, dat je toch voelt dat er iets in je huis veranderd is. Het kan best zijn dat er een geliefde in de spirituele wereld is. die jou hartstikke mist of jou hartstikke wil laten weten. Ik ben er voor je. Ik weet dat je het moeilijk hebt. Ik weet dat dit gebeurd is. Ik weet dat je dat diploma hebt gehaald. Ik weet dat je uh, bent getrouwd. Ik weet dat je een kind hebt. Ik wil je laten weten. Ik ben er nog. En dat stukje zou ik graag nog een keer willen herhalen: is dus dat een geliefde, jouw overleden dierbaren, je, je kinderen, je partners. Je vaders en moeders, opa's en oma's, tantes, collega's. Uh, wie dan ook, wie je dan ook gekend hebt in het leven, wil laten weten: Ik zie je, ik ervaar je en ik weet dat je leven een bijzondere wending heeft gekregen. En ik wil je graag laten weten dat ik er voor je ben, dat ik er op welke manier dan ook um, ja, voor je ben. En gewoon troostend, liefdevol, opbeurend, um, helemaal niet om je te demoniseren. Ik weet dat er geluiden te horen zijn op de achtergrond. Dat is buiten. We leven in een wereld. En uh, dat is dus buiten. Dus sorry daarvoor. Dat is niet de spirituele wereld die ineens jouw geluiden laat luisteren in deze podcast. Dat is gewoon reëel. Dus ik ga even terug naar de uh, dierbare overledenen. Die dus gewoon aan jou willen laten weten: ik ben er nog. Ik ben er nog voor jou. En ik wil je laten weten dat ik er ben. Of misschien zelfs. Heb je het wel afgesproken? je afgesproken? Laat dat horen als je uh, daar bent. En er is nog een wereld naar deze wereld. Um, en dan kan het zijn dat je tikken of kloppen of uh, ineens een licht hier of daar, echt een licht die er niet is, uh, ziet verschijnen. Of um, in huis ineens kou voelt of wind langs je gezicht. Of dat soort dingen. En dan wil je dus een medium raadplegen om dit te laten reinigen. Dat is gek eigenlijk hè, als we daarover nadenken. Want je wilt dus eigenlijk je geliefde wegsturen omdat ze je willen helpen. En dat mag, maar dat kan je ook zelf, hoef je niet de medium voor te roepen. Dan zeg je dus tegen je geliefde, oké, okay, ik wil niet dat jullie me laten voelen dat je er nog bent. Ik weet dat je er bent, je hoeft me niet te laten voelen, want ik vind het spannend. Nou, spannend, spannender wordt het niet. Dat kan je gewoon doen. Um, maar ik ga je nu een tip geven hoe je je huis kan reinigen. Dus vanaf nu komt het moment waarop je goed op moet letten. Okay? Uh, want je huis kan je dus reinigen geest gezien. Dus dat eerste stuk waar we het net over hadden, dat is te reinigen. Dat tweede stuk, daar is tegen te praten. Dus het eerste stuk van het aardse energetische, dat is te reinigen. Het tweede stuk, daar is tegen te praten. Dus uh, pay attention. Je begint met uh, de ramen open te zetten. Je gaat stoffen en dweilen. Je zet een vrolijk muziekje aan. Je zet overal bloemen neer of nieuwe planten. Uh, je verschoont je bedden. Uh, je praat tegen alle hoeken in je kamer. Of je lacht er zelfs vriendelijk tegen. Je speelt in elke hoek, ga je met je bokje langs, je uit schelen, overal uh, laat je muziek horen. Je lacht flink, je zet een vrolijke noot aan. En hoppa, je huis is gereinigd. Echt waar, je huis is gereinigd. Werkt het nog niet? Denk beeldig, zet je je hele huis in een gouden kleur, schildert alle muren goud, alle plafonds, alle uh, uh, vloeren. En hoppa, je huis is energetisch gereinigd. En je kan dit, je mag hier, uh, van mij, wat mij betreft, uh, 3000 euro op mijn rekening storten nu. Ik zal even zo het nummer vermelden. Uh, want dit is eigenlijk wat ze doen. En dan gooien we er ook nog een beetje sali of wierook tegenaan. Dan staat het hartstikke leuk. Ik zet wat kristallen in een hoek. En hoppa, klaar. Want echt geloof me, dit is het enige wat je hoeft te doen. Als je het nog een keer wil horen, spoelen terug. Maar wat ik zeg is. Zet je ramen open. Maak je huis schoon. Klop je kleren uit. Klop de kleding uit. Doe een voorjaak schoonmaak. Klap in alle hoeken desnoods. Um, zet in alle hoeken uh, een glimlach neer. Um, doe je muren goud verven. Nogmaals, opa, je kamer is gereinigd. Je huis is gereinigd, alles is schoon. Dus alle energetische. Shit, los je op deze manier op. Als je verjaardag hebt gehad, doe het zo. Als er mensen in je huis zijn geweest die een zware lading hebben, doe het zo. Als je zelf niet zo lekker in je vel hebt gezeten, hoppa, doe hetzelfde. Dit is energetisch reinigen van je huis. De spirituele wereld daarentegen, als die in je huis zijn en ze willen tegen je praten, luister naar ze. Kan je dat niet? Bezoek een medium en dan kunnen je geliefden um, wat vertellen wat ze willen vertellen. Ik hoor je denken, ja maar Rosita, als het slecht voelt. Dan ga ik hopelijk dat eens en voor altijd uit de wereld helpen. En alsjeblieft, mensen, geloof dit. Ik doe dit al heel, heel lang. Ik heb echt duizenden consulten gegeven. Ik overdrijf niet. De spirituele wereld is een wereld van liefde. In de spirituele wereld is geen schaduw. Dat betekent in de spirituele wereld is geen slecht. Geen schaduw. Geen negativiteit. Dat hebben wij hier op aarde gecreëerd. En dat zal een reden hebben. En die reden zullen wij. Begrijp als we straks dood zijn, maar dat zal een reden hebben. En die reden is. Ja, dat weten we niet. Hè? Ik bedoel, ik zou, ik zou er een leuk verhaaltje van willen bedenken, maar ik weet het gewoon niet. Die reden weten we gewoon niet. Dus op het moment dat we uh, denken dat de spirituele wereld slecht is, omdat we het niet begrijpen, is het eigen, eigenlijk onze angsten die we projecteren op spirit. Op onze geliefde overledenen. Iedereen in Spirit is liefdevol. En alle herinneringen die ze waren, of alles wat ze slecht hebben gedaan in hun leven, dat is wat ze hier hebben gelaten. Dat is het aardse stuk wat je dus kan reinigen met die ramen openzetten, et cetera. Je komt goed op de wereld en je gaat goed weg. En dat moet je nooit vergeten. Je, komt, je wordt schoon geboren je gaat schoon dood. En alles wat je hier hebt gedaan aan slechte dingen, helaas, daar moet je wat mee doen in de liefde die de spirituele wereld is. Maar in de spirituele wereld zijn geen slechte dingen. Op geen enkele wijze slechte dingen. Dus op het moment dat er dingen gebeuren die je niet begrijpt, praat erover. Onderzoek. Praat met, met iemand die, die op welke manier dan ook er verstand van heeft, op deze manier die er zo naar kijkt. En niet iemand die op welke manier dan ook angst wil zaaien of wel geld wil af. Um, nou ja, troggelen zou ik bijna zeggen. Want echt waar, geloof me, je huis energetisch reinigen kan je zelf. En op het moment dat je de spirituele wereld niet begrijpt, bezoek een medium. En alles wat daartussenin zit, is een angst of een controle stuk, die wij op welke manier dan ook, uh, die wij gewoon nodig hebben. Of lijken nodig te hebben. Want op het moment we iets niet begrijpen, gaan we controle uitoefenen. als we controle uit gaan oefenen, en we begrijpen het nog niet, dan kan het zijn dat er dus angst komt. En angst is echt een slechte raad geven. Dus ik zou zeggen: schoonmaak ze. Klappen naar alle hoeken. Uh, geven alles een vriendelijke lach. Ik doe dat nu naar jou. Dus mocht je op welke manier dan ook last hebben van een prikkelende aura, is die nu voorbij. Ik wens je ontzettend fijne dag.